Ja, super trots gevoel. Ik ben blij. Nou, vandaag gewoon wel 2 keer hard getraind. Eigenlijk vanaf trainen naar hier gekomen, dus eigenlijk een dag zoals altijd. Gewoon trainen en wel iets specialer dan normaal vandaag, ja. Dat is sowieso een lekker gevoel, moet ik zeggen. En, ja, mijn doel was om bij Ajax te slagen, sinds ik bij de jeugdopleiding kwam. En ik ben er nu bijna en nu die laatste stappen zetten. En mijn doel is in die jaren niet veranderd, dus ik ben nog Ajax-ietje. En Unuvar zelf nog een keertje mag scoren. En hij doet dat met toch een best goed uitgevoerde Panenka. Je had ook een fantastisch seizoen achter de rug. Hoe kijk je daar nu op terug? Ook met een trots gevoel. Ik moet zeggen, record van aantal goals en assists stond op Cachera volgens mij. Met 27, dacht ik. En als je dan die record kan verbreken, dan dat zegt alleen maar goede dingen. En daar ben ik alleen maar trots op, ja. Afgelopen week was je in de Lutte. Hoe kijk je daar op terug? Wat was het voor week? Een week met veel rennen. De eerste 2 wedstrijden gespeeld natuurlijk, een paar trainingen. En, ik moet zeggen, ik kijk wel met een goed gevoel terug op de Lutte. Fitter geworden. En 2 wedstrijden gespeeld natuurlijk. Eerste 2 wedstrijden van het seizoen, dat ging ook goed. Dus ja, ik kijk wel met een goed gevoel terug. Kun je eens omschrijven hoe het is om met Moya Taren te spelen? Want jullie lijken elkaar blindelings te kunnen vinden. Ja, het is ook gewoon van... hij speelt natuurlijk rechts en ik in de as. En hij houdt er ook van, hij een beetje die vrije rol om naar binnen te komen. En, ja, ik denk... We hebben natuurlijk wel een paar keer tegen elkaar gezegd van... Als hij naar binnen komt, gewoon inspelen en loop maar door, je krijgt hem wel. En ja, ik denk dat je dat ook zag bij die 2e wedstrijd, die eerste doelpunt van hem. Ja, dat is gewoon... Hoe moet je dat zeggen? Je voelt elkaar gewoon aan. En ik denk dat spelers die van voetbal houden en het spelletje begrijpen, dat het wel gewoon een beetje automatisch gaat. Ja, band is goed. En het is ook natuurlijk waar we even samen op vakantie. Daar ook samen gechilled. Ook gewoon, ja. Dan ga je ook natuurlijk praten. Voetbal komt sowieso aan pas. Dus nee, ik kan het wel super goed vinden met Mo. We kunnen het samen goed vinden. En, hopen dat we nog meer mooie dingen kunnen laten zien, ja. Waar ligt de nadruk op in zo'n week? Ik denk sowieso de trainer ook leren kennen, kijken wat hij wil en hoe hij wil spelen. En natuurlijk ook meters maken. Dus veel het bos lopen en op het veld je loopjes doen. En ik denk dat de eerste week vooral in teken staat van fit worden en meer meters maken, ja. En ik kwam natuurlijk wel super fit terug. En eigenlijk was het doel om nog fitter te worden. Te kijken ook in wedstrijden hoe ver ik ben met mijn fitheid. En ik moet zeggen, ik kijk er goed op terug. Ik heb ook met de trainer gesproken, dus dat voelt allemaal wel goed, ja. Ambitie is sowieso om dit seizoen minuten te gaan maken in het eerste. En mijn kansen te grijpen nu in de voorbereiding. Want ik denk dat ik die kansen wel ga krijgen van de trainer. Ik moet die gewoon moet met beide handen grijpen en ervoor zorgen dat ik fit blijf en fitter word. Het belangrijkste is gewoon in die trainingen jezelf te laten zien en dus gewoon fit te zijn en fitter te worden en uiteindelijk te laten zien in de wedstrijden. Ondanks al het hardlopen mag je het vandaag wel eventjes goed gaan vieren, toch? Ja, ik denk dat ik straks wel lekker met de mensen om mee naar het restaurant ga. Dus vandaag een beetje eten mag wel. Veel plezier. Dankjewel.